Lieve mensen, wat leuk om, om zoveel vertrouwde gezichten te zien. Mensen die ik als vrienden beschouw, inderdaad als familie. Maar wat mooi om ook zoveel nieuwe gezichten te zien. Het is wel echt, als je hier staat, ik raad het jullie allemaal aan, echt een heel erg gaaf gezicht. Jullie zijn met veel. Ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. Heeft een van jullie wel eens geslapen, de nacht doorgebracht onder de sterrenhemel? Ja, zie je. Het is iets magisch. Je kijkt het oneindige heelal in. En je ziet sterren waarvan je weet dat zijn werelden op zich. En je weet niet wat zich daar afspeelt, maar het maakt nieuwsgierig. Het laat je voelen hoe onbegrensd de mogelijkheden zijn en hoe klein we zelf zijn. Het is niet helemaal de tijd van het jaar om onder de sterren helemaal te slapen. Maar mijn jongste, die heeft in de kerstvakantie heeft hij dat nog gedaan. Het is tweede kerstdag. Ik breng de vuilnis weg. Hij helpt met de flessen van het kerstdiner en gaat naar de glasbak. Maar mijn jongste is een dromer. Dus hij struikelt en valt in één beweging door die Albert Heijn-tas met zijn hand in die brekende fles. Wij naar het ziekenhuis. En naar het ziekenhuis is voor niemand prettig, integendeel. Maar voor kinderen is het al helemaal heel heftig. Dus daar kom ik met een heel wit jongetje. En wie kom ik tegen? Een verpleegkundige van de spoedeisende hulp. En ze zegt, misschien is het beste als u hem een verhaal vertelt waar hij rustig van wordt. Waar die vrolijk van wordt. Dus ik zeg, waar wil je over horen? En hij zegt, planeten. Planeten. Tuurlijk. Het is mijn vak, hè, weet je. Oh, zei die verpleegkundige, wacht even. En wat zij deed, ze regelde voor dat witte jongetje een sterrenhemel. Ze haalde bij de kinderafdeling een projector. Die werd opgesteld bij de spoedeisende hulp. En boven zijn hoofd verscheen een sterrenhemel. Ik vertel over planeten, klein beetje lachgas erbij. En daar ging die. Maar dat was zo fantastisch dat zij dat deed. Het was zo'n voorbeeld van liefdevolle zorg. Van kijken wie je voor je hebt. En realiseren dat het belangrijk is dat je mensen echt ziet. En is dat nou uniek? Ik denk het niet. Ik denk dat er veel meer voorbeelden zijn van mensen die op die manier voor anderen hun werk doen. Ik hoorde een verhaal van een vrouw die in die novemberstormen in het najaar met de bus ging, waarbij de chauffeur voor haar huis was gestopt, zodat ze met haar twee verwaaide kinderen naar binnen kon. Ik zag hoe er in de Tweede Kamer bij een debat over de kinderopvangtoeslag een gedupeerde verschrikkelijk ging schreeuwen, omdat die alles was kwijtgeraakt. En de bode, die ging hem niet afvoeren, die ging door zijn knieën. Die sloeg een arm om ze heen. Die troostte hem en die luisterde. Denk aan het voorbeeld van een leraar, oprichter van PO in actie, die het niet meer kon aanzien dat kinderen niet dezelfde kansen kregen en besloot van de school waar hij werkte over te stappen naar een school waar het nog veel moeilijker was. Allemaal voorbeelden van mensen die iets extra's doen omdat ze omzien naar elkaar. En het zijn ook voorbeelden, want die sterrenhemel is geen geprotocoleerde zorg. Die stop bij die mevrouw thuis stond niet in de dienstregeling van de buschauffeur. En de bode heeft weinig tijd en veel werk. En de leraar moet hard genoeg werken om zich het hoofd boven water te houden. Het zijn allemaal voorbeelden van mensen die eigenlijk op dit moment niet beloond worden voor wat ze doen. Immers, te vaak merken ze dat we het werk voor iedereen organiseren alsof de overheid zelf een marktpartij is geworden. Het marktdenken, het efficiëntiedenken, het Nederland willen runnen als de BV Nederland, heeft ervoor gezorgd dat velen die er werken het gevoel hebben dat ze hun liefde niet kwijt kunnen. En velen die daarmee te maken krijgen de overheid niet tegenkomen als een bondgenoot, maar soms zelfs als een vijand.
In plaats van dat er vertrouwen wordt geproduceerd, is er wantrouwen. In plaats van dat je hulp krijgt, die arm om je schouder, worden mensen als fraudeur behandeld tot ze het tegendeel kunnen bewijzen. En dat is geen toeval. Dat is niet zomaar gebeurd, dat is ideologie. Dat is omdat vanuit het marktwerkingsgeloof, want dat is het, die overheid zelf het probleem was in plaats van iets van en voor ons allemaal. Het is alsof die decennia van marktgelovers ons land wilden organiseren en zich hebben laten inspireren door Martin Luther King, maar dan in plaats van met het droom zoals wij die kennen, een droom voor een sluitende rekening. Alsof die zei, I have an Excel sheet, bij die beroemde speech. Maar het goede nieuws is, dit wereldbeeld begint te kraken. Dit wereldbeeld komt aan zijn einde. Er zijn te veel mensen in Nederland en in andere landen die zeggen, het is wel eens een keer klaar met dat heilige geloof in de marktwerking. We moeten weer iets anders doen. Niet meer de BV Nederland, maar een samenleving. Niet meer verder verzakelijken, maar vermenselijken. Niet meer individualisme, maar ook weer het collectief, de gemeenschap voorop stellen. En die missie waarbij je zegt, nee, we gaan terugbrengen wat goed is voor iedereen, wat echt belangrijk is. Dat is de missie van de Partij van de Arbeid. En het moet niet alleen zijn waar we tegen zijn. We moeten ook formuleren, en dat is onze taak, hoe die wereld eruit kan gaan zien. Als je die marktwerking durft af te zweren. Als je durft na te denken wat voor mooie dingen je kunt doen als je de overheid weer als een bondgenoot neerzet. Je kunt betaalbare woningen gaan bouwen. Je kunt zorgen dat de energietransitie wordt vormgegeven op een eerlijke manier. En dat het niet leidt tot winsten voor de één, maar voor vooruitgang voor ons allen. Je kunt investeren in wat voor iedereen belangrijk is. Handen aan het bed, leraren in de klas. Je kunt kortom de samenleving vormgeven zodat die ten goede komt aan alle Nederlanders. Maar dan moet het wel nu gaan gebeuren. Dan moet het wel nu gaan gebeuren, want we hebben nu een gouden kans. We hebben een gouden kans in een economie die bloeit. We hebben een gouden kans in overvloed en overschotten. Maar we hebben ook haast. We hebben ook haast, want dat vertrouwen dat afkalft, dat zorgt voor onvrede, dat zorgt voor wanvrede, voor wantrouwen. Dat zorgt ervoor dat we ons te vaak alleen voelen. Dus het moet wel nu gebeuren. En dan zie ik een kabinet dat omgaat met die gouden kans alsof er alle tijd van de wereld is. Alsof het oudbakken denken nog jaren zo door kan gaan. We zien een kabinet dat van niemand is. We zien een kabinet dat heeft beloofd vooruitgang voor iedereen. Een prachtige belofte. Maar wat zagen we? We zagen dat de een slapend rijk wordt en de ander werkend arm. Vooruitgang voor iedereen kan niet als de koopkracht van de een omhoog spuit, maar de ouderen, de huurders en de mensen met de lage inkomens worden vergeten. Vooruitgang voor iedereen, en dat weet de Partij van de Arbeid al heel erg lang, betekent eerlijk delen. Dit kabinet beloofde het verdienvermogen te verbeteren. Het verdienvermogen. Wat is nou dat verdienvermogen? Er komt een fonds, er wordt al een half jaar gepraat over het Wopke Wiebesfonds. Het Wopke Wiebesfonds met miljarden, wat zeg ik, tientallen miljarden. En terwijl men praat, zit ons verdienvermogen in schoolklassen zonder leraar. Het belangrijkste wat dit kabinet lijkt te bereiken, de belangrijkste investering die dit kabinet doet, is het supersnel, versneld, nog sneller aflossen van de staatsschuld. Maar de taak van de overheid is niet eenzijdig je richten op de staatsschuld. Onze taak is je richten op onze schuld naar de toekomst. De schuld naar de toekomst die blijft oplopen, terwijl de staatsschuld krimpt. De schuld naar de toekomst die bestaat uit ongelijkheid. Uit armoede die wordt overgedragen. Uit een klimaatverandering die straks niet meer is tegen te houden.
Een schuld naar de toekomst die bestaat uit kinderen die niet meer de kansen krijgen die ze verdienen in dit land. En de Partij van de Arbeid ziet het anders. Dit is het moment om voor de toekomst te investeren, om te bouwen, om de schuld voor de toekomst af te lossen. Dat moet eerder. En dat gaat niet vanzelf. Dat moeten we afdwingen. En daarom ben ik trots dat we afgelopen dinsdag, Nelleke sprak er niet voor niets over, met de SP, met GroenLinks, heel duidelijk hebben gemaakt. Wat ons betreft gaat er niet nog een keer 2,5 miljard aan verlaging van de belasting van de grote bedrijven. Die 2,5 miljard behoort niet aan de aandeelhouders. Die 2,5 miljard behoort aan de mensen in dit land. Ja, mensen, linkse samenwerking, best leuk. Maar laten we ook even duidelijk zijn in de richting van dit kabinet. Het moet nu. Dit kabinet dat lijkt te blijven dralen. Eerst eindeloos formeren, dan eindeloos praten. En nu lijken ze te wachten op de verkiezingen. Mijn boodschap aan dit kabinet, ga aan de slag of ga uit de weg. Sterker nog. Een eerlijke arbeidsmarkt, er worden mooie woorden over gesproken, maar zeggen ze, dat stellen we uit tot na de verkiezingen. Die investeringen van het Wopke Wiebesfonds, heel belangrijk, maar dat komt na de verkiezingen. Eerder stoppen met werken, zoals afgesproken in het pensioenakkoord. Voor je het weet, zegt het kabinet, na de verkiezingen. Minister Slob die zegt, weet je wat ik eigenlijk wel een goed idee zou vinden? Als ze die leraren meer salaris zouden geven. Ja, na de verkiezingen. Hallo daar. Als alles wordt uitgesteld tot na de verkiezingen, schrijf die verkiezingen dan maar uit. De Partij van de Arbeid is er klaar voor. Het is een bijzonder moment waarop we hier bij elkaar zijn. Het is een bijzonder moment. Het is 75 jaar na de bevrijding. En dat betekent dat er ontzettend veel is om dankbaar voor te zijn. Er is een verzorgingstaat gebouwd. We zijn vrij. Er is een land gebouwd dat welvarend is. En er is een rechtsstaat. Maar het betekent ook dat het niet vanzelfsprekend is. Ik ben opgevoed door ouders van wie ik iedere dag leerde dat dat niet zo vanzelfsprekend is. Dat die vrijheid en die veiligheid en die bestaanszekerheid niet zo vanzelfsprekend is. En dat je ook de opdracht hebt om daar bij anderen voor op te komen. Dat je daar iedere dag voor moet werken. Ik vind dat dat ook een boodschap in zich houdt voor ons als Partij van de Arbeid. En het heeft consequenties. Het heeft de consequentie dat we nooit zullen wegkijken. En ja, we hebben behoefte aan een modern en een fatsoenlijk, eerlijk, realistisch migratiebeleid. Maar de Partij van de Arbeid mag niet en zal niet wegkijken als aan de grenzen van de Europese Unie kinderen met traangas beschoten worden. Dat zullen wij nooit en nooit en nooit accepteren. En het betekent ook dat de Partij van de Arbeid, onder mijn leiding, nooit zal meewerken aan het normaliseren of het faciliteren van racistisch, extreem of radicaal rechts gedachtgoed. Helemaal nooit. Ik wens de collega's van het CDA veel wijsheid toe. Maar wat we wel doen, is positief kijken naar de toekomst. Want we kunnen iets heel anders gaan doen. Wij kunnen hier een land bouwen waar iedereen zich thuis voelt.
Waar mensen niet worden opgesloten in waar ze vandaan komen, in een deel van hun identiteit, maar waar ze samen de samenleving van de toekomst bouwen. Waar iedereen zijn plek vindt, waar je door bestaanszekerheid te geven iedereen vrijheid biedt. Waar mensen het mooie in elkaar kunnen zien in plaats van alleen het andere. Dat is het soort Nederland waar de Partij van de Arbeid voorop in zou gaan. En ja, het zal niet vanzelf gaan. En ik moet zeggen, we moeten soms ook durven blijven dromen. 3 weken geleden overleed onze partijgenoot en mijn vriend Erik van Brugge, 51 jaar. Velen van jullie hebben hem gekend. Een grote, grootse, kwikzilverige man met een klein hart. U weet wat zijn motto is. Was. Dream out loud. Durf hardop te dromen. In feite een eeuwenoud motto voor sociaaldemocraten. Dream out loud. Durf hardop te dromen. Door je droom hardop uit te spreken. En door mensen te verzamelen om eraan te gaan werken, zo bouw je een samenleving. Niet door bij de pakken neer te zitten. Niet door het op te geven. Niet door het klein te houden. Nee, durf groot te dromen. Trek de handschoenen uit en ga ervoor. En dan is er zoveel mogelijk. Als we afscheid nemen van het kille, beperkte BV Nederland denken. Als we afscheid nemen van het wantrouwen dat gezaaid wordt in de samenleving. Dan kunnen we hier een land bouwen met een verzorgingsstaat die nog mooier is voor deze eeuw. Dan kunnen we de veranderingen die nodig zijn rond de energietransitie laten veranderen in een voordeel voor mensen in plaats van iets wat ze overkomt. Dan kunnen we weer meer betaalbare woningen bouwen. Dan komen er handen aan het bed. En dan komen er begeesterde leraren voor de klas. Onze missie is zorgen dat iedereen in dit land erbij hoort, de bestaanszekerheid onder de voeten voelt om weer te durven dromen. Om hardop te durven dromen. En ik sta hier ook voor u als iemand die weet wat het is om te verliezen. En dat hebben we met elkaar geweten als Partij van de Arbeid. Maar wat doe je dan? Wat doe je als je verliest? Dan doe je wat miljoenen Nederlanders iedere dag doen. Je krabbelt weer op. Je gaat niet bij de pakken neerzitten. Je leert van je fouten. Je loopt niet weg. Je loopt nooit weg. En je staat weer op. En je staat weer op, want het is de moeite waard. En het maakt mij zo verschrikkelijk trots dat wij met z'n allen iedere dag laten zien dat dat de moeite waard is. Dat we zijn opgestaan om te knokken voor die miljoenen Nederlanders die dat nodig hebben. Dat is waarom ik zo verschrikkelijk trots ben op deze Partij van de Arbeid. En die idealen, die staan recht overeind. Eerlijk delen, bestaanszekerheid voor iedereen. Zorgen dat vooruitgang beschikbaar komt voor iedereen. En onze idealen, het verlangen naar een fatsoenlijke en eerlijke samenleving, dat is iets waar miljoenen Nederlanders naar snakken. En voor die miljoenen Nederlanders zullen wij nu opnieuw de strijd moeten aangaan. Want er komen verkiezingen. En in die strijd wil ik met jullie, als jullie dat willen, als jullie mij dat vertrouwen geven, als we het geloof in elkaar weten vast te houden en weten om te zetten in de energie die nodig is, in die strijd wil ik voorop gaan. Dus ik zal mij gaan kandideren als lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. Oké. Jongens. En ik zal je nog wat meer vertellen.
We gaan iets geks doen. We gaan deze verkiezingen winnen. We gaan deze verkiezingen winnen. Niet voor onszelf. We gaan die verkiezingen niet voor onszelf winnen. We gaan deze verkiezingen winnen voor al die Nederlanders die zo vaak niet winnen. We gaan deze verkiezingen niet alleen winnen met de mensen in deze zaal. We gaan ze met veel meer mensen winnen. Dus ik wil iedereen die dit ziet of hoort uitnodigen. Doe mee. Sluit je aan. Dit is het moment. Het is geen tijd van afwachten. Het is geen tijd van toekijken. Het is geen tijd van stilzitten met de armen over elkaar. Dit gaat over de toekomst van ons land. Ons land. Het land dat toebehoort aan iedereen die er wat van wil maken. Ik nodig je uit. Doe mee. Word lid. Sluit je aan. Help mee. Dit is het moment. En als we dat doen, we zijn met elkaar begonnen aan een lange reis. Een moeilijke reis soms. Maar ik zeg u, nu komt het leuke stukje. Wij gaan winnen. We gaan voor het hoogste. We gaan voor goud. We gaan voor een mooier en beter Nederland. En we mikken op de sterren. Dank jullie wel.